Tarkovski. Hij kiest voor het centrum. En dan via de man tot bij Rabiot Hotondo. Daar is hij weer. Gaat hij nog eens een kans wagen? Nu tegen een overmacht aan Roodhemde. En dan gekruist overhoeks. Wat een prachtige afwerking van Rabiot Hotondo. Hoeveel Kortrijkspelers heeft hij daarmee niet omzeild met die actie? Bij het naar binnen snijden. Dat zat keurig in elkaar, die aanval bij Cerkelen. Een wedstrijd geworden met ook Cerkelen dat zich aanvallend toont. Dit zat heel keurig in elkaar. Kijk eens wie hij allemaal voorbij snelt. Dat is 1, 2, 3, 4, 5. En dan ook nog eens. Het gaat van 2 naar 4 of zo. In elk geval Matondo is daar terug. Matondo. Ja, Zait. Onrust en vertwijfeling in de defensie bij KV Kortrijk. Daar is weer de uitbraak met Matondo. Een balvoordeel. Gelde daar. De bal blijft binnen. En dan is er in blessuretijd nog deze kans van Cerkelen. En nog net weggewerkt voor het doellijn. En dan ontsnapt KV Kortrijk in de blessuretijd van de eerste helft aan een 0-2 achterstand. Het is van hot naar her. Draait goed weg. Maar wordt daar de bal afgesnoept door Somers. En dan een overtreding van Palaversa. Dat verdient geel. Maar kijken naar wat Cerkelen daarmee doet. Met Matondo die bal net naast de kooi ligt. Het wordt wel een corner. Dus iemand heeft die bal nog geraakt. Van Houten voor Matondo. En daar is misschien wel de kans voor de inval. Mian. Wat een spectaculaire redding van Ilić. Paller staat, nou wat is het, 1 minuut op het terrein. Knappe poging. Relatief centraal. Knappe reflex. Of in elk geval spectaculair. De hoekschop wordt ook weggewerkt door Ilić. En dan is er van het Brugge. Maar wat zou het geweest zijn als hij met zijn linker. Ja, KV Kortrijk achter de rug. Meer dan 140 matchen. Dat is toch bijna 40 jaar geleden. Soms. Hotic is mee. Matondo ook. Prima bal voor Hotic. Het moet hem dan zijn. Hotic met rechts. En dan de goal van Matondo. Zijn tweede. De vlag blijft laag. Dus hij heeft er gewoon een fikse inspanning op zitten. Hij heeft goed gelopen. En dan hebben ze het wel goed uitgespeeld. Dat zit allemaal keurig in elkaar. De manier van afwerken is nog onorthodox, mag ik dat zo zeggen. Maakt het daar nog iets spannends van? Somers kijkt. Mian. En Matondo. Matondo, kijk, daar is hij weer. Gaat hij voor zijn derde? Ja, dat gaat hij proberen. Eigenlijk heeft hij de kansen wel al gehad vandaag voor 3 goals. Daar is het verlossende fluitsignaal voor Cercle Brugge.